In Beuningen hebben het CDA, de VVD en Beuningen Nu en Morgen een coalitieakkoord bereikt. VVD-fractievoorzitter Henk Plaisier wordt wethouder van Financiën. Pieter Klein van Beuningen Nu en Morgen blijft wethouder Ruimte en Energie. En CDA-fractievoorzitter Pim van Teffelen wordt wethouder Zorg en Werk. De coalitieonderhandelingen onder leiding van formateur Jan Kirsten namen 2,5 weken in beslag. Henk Plaisier was eerder al wethouder van Financiën in de gemeente Beuningen. Hij moest toen veel bezuinigingsmaatregelen nemen vanwege de economische crisis in ons land. Bovendien werd hij geconfronteerd met het zanddebakel. Het zand van de Beuningse plas bracht door de crisis vele miljoenen euro's minder op dan was gepland. De financiële positie van de gemeente Beuningen is inmiddels sterk verbeterd. Zo staat Beuningen niet meer onder preventief toezicht van de provincie. Toch heeft de gemeente nog altijd weinig geld voor nieuwe initiatieven.